Overgewicht ontstaat als je lichaam lange tijd meer energie binnenkrijgt dan het verbruikt. Het teveel aan energie wordt dan opgeslagen als lichaamsvet. Overgewicht vergroot het risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, bepaalde vormen van kanker, galstenen en gewrichtsaandoeningen. Het is dus heel slecht voor je gezondheid. Het is ook belangrijk te weten hoe je vet verdeeld is over je lichaam. Vet rond de billen en heupen is namelijk minder schadelijk dan buikvet. Door je middelomtrek te meten, weet je hoe het staat met je buikvet. Met een gezond gewicht is het risico op ziekte kleiner. Je voelt je fitter en dat geeft een goed gevoel. Als je te dik bent, moet je minder eten en meer bewegen. Eet gevarieerd en gebruik weinig vet, suiker en alcohol. Om af te vallen is het vooral belangrijk minder te eten. Beweging is ondersteunend. Probeer per week gemiddeld een halve tot een hele kilo af te vallen. Meer afvallen is niet goed voor het lichaam, want je verliest dan veel vocht, maar weinig vet. En bovendien is zo'n streng dieet moeilijk vol te houden. Eet gezond en beweeg voldoende. Laat het gewoon niet zo ver komen dat je te dik wordt. En vooral, als je weer op gewicht bent nadat je bent afgevallen, zorg dan dat je op gewicht blijft en laat met name tussendoortjes staan. Anders krijg je last van het jojo-effect. Als je zwaar overgewicht hebt en het lukt je maar niet om af te vallen, ga dan naar de dokter. Die kan je doorverwijzen naar de diëtist. In ernstige gevallen kan de dokter ook medicijnen voorschrijven waarbij het afvallen sneller gaat. Hij kan je ook doorverwijzen naar een speciale obesitaskliniek voor intensieve begeleiding of voor een maagverkleiningsoperatie.